Welkom bij deze trainingsvideo van Direct Bank. In deze video laten we zien hoe we de eerste keer de bankrekening kunnen synchroniseren met Business Central. In de voorgaande stappen hebben we al een aantal dingen gedaan. Kort samengevat is dit: we hebben het Pontoaccount aangemaakt, we hebben onze bankrekening geactiveerd op het Pontoaccount, we hebben in Ponto een integratie aangelegd, daar hebben we twee bankrekeningen aan toegevoegd. De inloggegevens van deze integratie hebben we ingevoerd via de Direct Banking Wizard. Dus we zijn nu klaar om de eerste keer de synchronisatie van de bankrekening te doen met ons Pontoaccount. Hiervoor gaan we naar de menuoptie Direct Banking Rekeningen. We zien dat het overzicht nog leeg is, dus we kunnen nu de functie Rekeningen synchroniseren aanklikken. En maakt Business Central met Direct Banking verbinding naar Ponto, naar uw account. En vervolgens worden daarbij horende rekeningen opgehaald. In deze integratie binnen Ponto liggen twee rekeningen vast. We zien wat we ontvangen van Ponto, de naam van de bank, het saldo van de bank en wat andere informatie rondom onze bankrekening. Als we de eerste open klikken, rekening, dan moeten we deze rekening nog koppelen aan onze standaard bankrekening in Business Central. En daarvoor gaan we naar het veld bankrekening nummer. En dit IBAN nummer is afgebeeld in Business Central onder code B040 die we hierin. Vervolgens dienen we nog het algemeen dakloopschabloon toe te voegen. In dit geval is het AEUR, dus die selecteren we ook. Nu kunnen we de bankrekening activeren door de knop actief aan te vinken linksboven in het scherm. We zijn nu zover dat we de eerste keer de synchronisatie met de dagafschriftdata kunnen laten plaatsvinden. Wat overigens dadelijk in de praktijk via de taakwachtrijpost gaat, daar hebben we ook een aparte trainingsvideo voor. We klikken nu de eerste keer op de knop transacties importeren. Direct Banking haalt nu alle gegevens op en vraagt ons tot wanneer we de gegevens moeten gaan ophalen. Ons advies is altijd, als u in de lopende database Direct Banking implementeert, om data op te halen die inmiddels al verwerkt is, dus dat er een overlap van data is. In dit geval kiezen we voor de laatste optie zo ver mogelijk terug. Dus we krijgen nu ook gegevens binnen die we inmiddels al hebben verwerkt in Business Central. Die verwijderen we dadelijk, zodat we eenvoudig de aansluiting kunnen maken tussen de laatste dag, geboekte dagafschrift en de nieuwe data die binnenkomt via Direct Banking. Alle transacties worden op dit moment geïmporteerd binnen Business Central. Deze staan vermeld in het laatste tabblad transacties. Deze transacties zijn allemaal opgehaald door Direct Banking vanuit de bankrekening. Deze kunnen we overzetten naar het bankgiroboek door de functie afstemmingsregels maken. Het systeem verplaatst nu de regels van het scherm hier onder transacties naar het bankgiroboek. Dit bankgiroboek kunnen we openen. We zien hier het standaard bankgiroboek van Business Central. Dit gebruiken we ook in Direct Banking. We hebben echter een aantal functies toegevoegd. We beginnen met het begin- en eindsaldo rechtsboven op het scherm. Deze dienen eenmalig gecorrigeerd te worden ingevoerd zodat er een aansluiting is met het saldo van de rekening. Als we kijken naar de afzonderlijke regels in de dagafschrift door de eerste regel, dan zien we dat de contantbetaling heeft plaatsgevonden van 4,55 en die heeft de status gereconstateerd vereffend gekregen in groen. Dat betekent dat Direct Banking op basis van de gegevens van de klant de betaling van 4,55 de openstaande factuur heeft opgezocht en deze heeft vereffend met deze klantbetaling. Dit kunnen we ook zien als we doorklikken op vereffeningsnummer. En we zien hier dat geen actie is vereist, want deze klantbetaling is inmiddels vereffend met deze factuur zoals daar gepresenteerd in het scherm. Overigens kunt u alle functionaliteiten rondom vereffenen die Business Central biedt nog steeds gebruiken. Wat we verder zien op de helft van het scherm, op de regel van 8-7-2020 is er een post naar het Goden gegaan met de status aangepast in de reconciliatiekolom. De reden daarvan is dat we de mogelijkheid hebben om op zaken te zoeken in de omschrijving en daar een rekening aan te koppelen. Dat doen we met de functie met tekst naar account. In dit geval hebben we gezocht op het woordje Sint. En op het moment als het woordje Sint in een dagafschriftregel voorkomt, stelt het systeem voor om deze transactie, in dit geval, te boeken naar grootboekrekening 0201.
Zo kunt u heel eenvoudig repeterende zaken die vaker op het dagbeschrift voorkomen, denk bijvoorbeeld aan huur, bepaalde leaseafschrijvingen, afschrijving van verzekeringen, of misschien bankkosten als de bank de kosten incasseert, op basis van woorden hier in te voeren en dan de juiste grootbedrekening aan toe te kennen. Op het moment dat het woord voorkomt in de dagbeschriftregel, zal het systeem dat zelf voorstellen in de bankvereniging. We hebben een functie toegevoegd die heet bankrekening maken. We kunnen vanuit hier direct een bankrekening toevoegen op de klantkaart. We weten immers dat deze klant heeft bepaald voor een specifieke bankrekening. Dus als we de functie uitvoeren bankrekening maken, via de puntjes bankrekening maken, kunnen we dit bankrekening toevoegen aan de klantkaart. Op het moment dat we ja drukken, worden alle gegevens ingevuld. We zien dat het IBAN-nummer ook wordt weggeschreven. En we kunnen deze sluiten. Dus in dit geval hebben we een bankrekening direct toegevoegd. In een van de eerste stappen hebben we de transacties geïmporteerd en toen hebben we gezegd dat we meer data moeten ophalen dan we nodig hebben, zodat we de aansluiting kunnen maken wat inmiddels is gebeurd in Business Central, op de klassieke manier en welke de data die we hebben binnengekregen via ons Bonto-account. Hiervoor kunt u naar de datakolom gaan en deze sorteren. In het voorbeeld nemen dat we alle transacties van 2020 al geboekt hebben op de oude manier en dat we alleen de transacties van 2021 nog dienen te boeken. We kunnen dan alle transacties van 2020 hier selecteren en deze verwijderen uit de bankier. Vanaf dit moment gaat het systeem alle transacties synchroniseren die na de laatste datum zijn ontvangen. Dus we hebben nu een aansluiting in het systeem met de oude situatie en de nieuwe situatie als we dit daar doen. Gebeurt op de normale Business Central. Mocht er een keer wat misgaan, u heeft mogelijk iets te veel verwijderd, misschien reden tot paniek, want we slaan alle data op in de transactie. Mocht de transactie verwijderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze transacties vanuit het archief terug te zetten door de functie terugzetten.